You should move to LA with your best friend. Hoi girls, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag zaterdag en het is nu volgens mij 1:30. Ik heb me net klaargemaakt en ik dacht ik doe weer een keer leuk een pak aan. Ik ben nu ik heb in de ochtend schoongemaakt. Mijn bed is in de was. Het is lekker zonnig, so I'm very happy. Ik ga eventjes lunchen met Gio bij mijn supporter. In de avond komt Sayanuka naar mij, gaan we lekker bingen. How to Get Away with Murder of nieuwe seizoen van Bridgerton. Ik vind dat zo leuk. Even een lekker dagje. De outfit of the day is een blazer van Zara, pantalon van Zara. En dan heb ik mijn Nike Jordan Travis Scott's aan en deze Dior tas. De planning was eigenlijk om 2:30 pas te gaan lunchen en het is nu 1:00. Maar ik heb alles al gedaan en the sun is waiting for me outside. Dus ik heb Gio gebeld. Moni, het is goed schat. En ik zei, ben je al klaar? Want dan kunnen we misschien nog wat doen. Dus ik ga hem nu halen, want ik ben toch echt vroeg klaar. En dan gaan we denk ik eventjes, ik moet mijn auto eventjes wassen, even dat soort dingetjes doen. En dan gaan we daarna lekker naar Porter. Oh, zo'n trek in. Look who I picked up. Gio. Ik zei net tegen G, ik ben echt nooit in echt centrum Amsterdam, hè. Maar wel als ik bijvoorbeeld naar Porter ga, of Chaconis, of hoe heet die andere, Dutchess. Maar ik haat het gewoon hier met de auto. Kijk hoe druk het ook is. Wauwie. Corona is definitely over. Dit bedoel ik, guys. Hoe druk het is in centrum. Nou, jullie gaan me echt uitlachen. Altijd als ik dus naar Dutchess ga, Money Still of naar Porter, kan ik gewoon geen parkeerplek vinden. En verder is er ook niet, dus ik heb hem weer voor de deur gezet. En hopen dat ik geen boete krijg, die man zet hem gewoon hier neer. Ja, we splitten gewoon die boete. Oké. Okay. Ja? Staat op camera. Ja, deal. Oké, is even duur als Valley die boete. Daarom. Dus zonde, maar daarom, ik haat centrum Amsterdam. Net al die fietsers, ik net mierennest. Dat is niet normaal. Ja, met auto's is het niet leuk meer dit. Eigenlijk moet je een uur nemen. Alright, we gaan naar binnen. We zitten lekker peaceful with Gio. Lekker hoor. En Moni is zoet. Hij zit lekker aan een bordje. Hij zit te genieten. Hey Mon. Lekker hè Mon. Lekker eten, Snoopy. Oh, dit is zo lekker jongens. Ja. Oh, zo vertrokken. Ik heb water in mijn mond. Eet smakelijk. Ik heb een cornsalade. Mac and cheese. En de andere had ik volgens mij niet gevuld, maar het was allemaal heel lekker. We zijn net klaar met eten. En we zitten nog even lekker op het terrasje. Ik heb net een boom voor mij, maar hier zit ik weer lekker in de zon. En Moni wilde op mijn schoot. Tof? Hij wilde niet meer op de grond. Lekker zitten bij mij. Oh, lekker liggen. Goed zo, man. Nee, dat mag niet. Lekker zitten. Gezellig, hè, zo. Wat is de mannetje? Goed, lekker liggen. Wij waren even lekker toeren in de stad. En nu zijn we even bij Harbor Zuid. En we gaan even één drankje doen. Of twee. Of twee. Even kijken of mijn Park Mobile laat. Yep. Alright. Nog een drankje. Lekker zo zaterdag met zo'n zonnetje. Heerlijk. Ja. Ik zit nog even lekker in de zon. Gio niet. Lekker met jou. En Moni hier. Moni. Ja, dat is goed. Hey. Hey, stuur me even alle gegevens en e-mailadres. Dus even lekker van het zonnetje genieten. Het is inmiddels al 5:00. En ik ga nog even lekker een zonnetje. Ik ben net thuis en kijk wie op bezoek is. Nookie de Poekie. Moni en Nookie zitten aan het stoeien. Ben je mooi? Ik heb me ook even snel omgekleed in een comfy pakkie. En we gaan toch How to Get Away with Murder afkijken. We zijn er bij het laatste seizoen, hè? Dus als we die klaar hebben, gaan we weer Bridgerton kijken. Want dat had ik ook samen met Nookie gekeken. Kom dan op de bank. Hij kan nog niet. Wat? Nee! Zag je dat ook? Hoe? Hij is op de bank gesprongen. Dat kan toch niet?
Money! Hoe dan? Dat is niet goed hoor. Hij springt er ook al zelf vanaf. Maar dat mag eigenlijk niet. Dat is niet goed voor jouw pootjes. Mon. We gaan nu lekker bank hangen. Hebben de hele avond. Oh, wat erg. Hij springt. Nah, ik kan gewoon niet geloven. Hij kan het niet. En hij springt. Maar had hij een beetje. Hij heeft een beetje afgevuurd op mijn hand volgens mij, denk ik. Ik had hem zo en toen sprong hij denk ik. Ik weet niet, maar hij sprong er gewoon op. Wauwie. Hi guys, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb me klaargemaakt en ik ga nu de deur uit. De outfit of the day is een, het is eigenlijk een jas van Prada, maar ik heb die sleeves eraf geritst. Een vest van de Zara. De LA Sister Straight Leg Jeans in Grey. Tas van Dior. En dan heb ik mijn UX erbij. En daarbij doe ik mijn Dior bril. Ik vind deze zo fijn. Hij is zeg maar best clear. Dus als het wat bewolkt is, kan ik er gewoon goed door kijken. En trouwens, ik heb deze lipliners weer besteld. 4 stuks. Ik heb er eentje in mijn tas gedaan. En dit is echt mijn current fave. Van Urban Decay, de kleur 1993. Hij is echt mooi. Ik heb hem nu op ook namelijk. En ik had dit gehad. Ik ga het even met jullie unboxen. Merk Amakin. En het is voor home fragrances in huis. En je kan me niet blijer maken momenteel met candles, geurstofjes. Dat is echt mijn ding. Amsterdam. Wat is deze? Dubai. Als ik ze ga branden, zal ik het wel aan jullie laten weten. So, thank you. Ik ga nu de deur uit. De planning of the day. Ik ga nu eventjes naar een winkeltje in Amstelveen. Waar ik die lijn voor hem heb gekocht. Want hij is gegroeid. Dus die ding past niet meer dicht. Dus ik wil ook een andere kleur kopen. Ik denk oranje of zwart. En daarna ga ik met Nookie eventjes lunchen. En wandelen. Want het is een mooie dag in de avond naar mijn ouders. So, ik heb een druk dagje vandaag. Trouwens, ik heb dus een hondengordel voor hem gekocht. En nu ligt hij gewoon lekker op de bijrijdersheet. Hé Mon? Monnie? Kijk dan hier. Hey, je bent zo gegroeid, jij jong. Dus ik heb nu deze kleur. En die vind ik heel mooi hoor, die beige. Maar ik heb ook een oranje gezien. En het is van het merk Perro. Dus ik ga eventjes kijken bij die dierenwinkel naar de oranje. Ja, we gaan er vandoor. Heel stom, dus ik kom daar net aan en ik had al van tevoren gebeld. Maar ze hadden de verkeerde maat achtergelegd en de maat die hij nodig heeft. Hij heeft nu XXS, maar hij moet XS en die hadden ze niet. Dus ze gaat het nu opsturen. Maar hij heeft wel een lekker dingetje gehad daar. Kijk eens Moni, hoe lekker. Ja, oh dat is lekker. Het is een beetje pieperig nu. Dan gaan we nu richting Lookie. Gaan we even lunchen. We zitten bij John. Hi, Lucky. En Moni is hier. En Bonbon. We hebben lekker een Aperol. We zijn verplaatst. We zitten nu echt lekker de hele dag in de zon. En ik heb voor het eerst iets nieuws. Want deze George doet allemaal andere dingen. Dus ik heb een Philly cheesesteak. En jij hebt lekker een Norwegian ex. Benedict volgens mij. Of nee, ex gewoon. Eet smakelijk. En wij krijgen nog zoete aardappelfrietjes, die zijn heel lekker hier. Ik ben weer in de auto, echt een lekkere middag gehad. Ik heb wat vitamines gehaald. En wat snoepjes. En we gaan nu eventjes naar mijn huis. Dan gaan we daar even nog Bridgerton kijken. En ik las heel veel op internet dat mensen seizoen 2 niet leuk vonden. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk. Dus we gaan daar nog even kijken. Het is nu inmiddels, hoe laat was het nou? 5 uur inmiddels. En dan ga ik rond 7 of zo naar mijn ouders toe. En Moni was heel onrustig hoor. Die was heel onrustig hè. Tijdens het lunch. Dus ja, de rest is het wel een heerlijke dag. Nou, we kijken lekker Bridgerton. En een van de snoepjes die ik had gekocht was deze. Nerds. Gummy cluster. Ik ga even proberen. Wil je ook, Nookie? Ja. Kijk eens lekker is. Oké. Kijk hoe het eruit ziet. Oh, kleine bolletjes hier. Oh! Wat klein. Ze lijken heel groot op die dingen. Ja. Een beetje zuur. Interesting. Ja. Ik zou het niet zo snel nog een keer kopen, maar best lekker. Ja. Maar niet
niet wowie. Toch? Ja. Bij mijn ouders thuis en mijn moeder heeft pokeball gemaakt. Wat heb je? Radijs, salam, tomaat, porto, wortel, komkommer, biet, avocado en kikkererwt. Ja, lekker hoor. Ja, doe maar lekker veel. Moet je dit er overheen? Ja, doe maar. Mag wel meer voor mij. Ja, lekker hoor. Hi everyone, het is vandaag alweer donderdag. Ik heb de hele ochtend gewerkt. Het is nu inmiddels rond 1 uur of zo. Ik heb straks een wimperafspraak. Ik ga mijn lashes weer bijvullen. En in de avond heb ik pas weer een planning. Dan ga ik naar yoga. Voor het eerst hot yoga. Ik ben super benieuwd of dat wat voor mij is. En ik ben echt excited. Ik heb er zin in. En voor de rest, na de wimpers, ga ik gewoon weer werken thuis. Want het is gewoon een donderdag, gewoon een normale werkdag. Mijn outfit of the day is een nieuw pak van LA Sisters. Guys, deze komen er echt snel aan. Ik denk met 2 weekjes. En hoe leuk is deze kleur? Ik heb het gecombineerd met een witte crop top. Heel cute. Deze crop top is trouwens een oude van LA Sisters. Maar we gaan zoiets weer terugbrengen. Dus stay tuned. Dan kan je de hele set kopen. En ik heb het gecombineerd met deze Balenciaga tas in het rood. En deze Jordans, X of White, ook met rood. Moni, gaan we? Gaan we op pad? Kom. Kijk hoe braaf hij is. Goed zo, Moni. Ik ga stuk, ik krijg net een appje. Look who spotted me. Desiree. En guys, ik baal echt, want mijn bril is net stuk gegaan. En dus zo'n sterretje is eruit. Maar ja, die kan ik ook niet meer laten maken. Dus nu moet ik dus een nieuwe kopen. Maar kijk, ik vond hem echt zo leuk. Het was echt mijn nieuwe liefde in de bril. Ik ga kijken of ik thuis het sterretje kan vinden. Maar het is echt een klein dingetje. So, pray for me guys. Ik ben net klaar bij de wimpers. Moet niet stil maar, schat. En ik heb weer echt mooi mijn wing. Ze is zo goed, Stef. En kijk hoe leuk wat ze nu iets nieuws heeft. Ik was dus echt op zoek naar zo'n sleeping mask. En nu is zij een sleeping mask. En het is dus hier wat... ja, een beetje een kuiltje erin voor je wimpers. Dit is toch top. Nu heb ik gewoon de perfecte sleeping mask. En hij is van Royal Seduce. En ik zal haar Instagram even linken in de beschrijving. En mocht je er zo eentje willen, kan je volgens mij haar DM'en. Zo ja, dit is mijn lash update. Very pretty. Ondertussen ben ik alweer een uurtje aan het werk. Ik zit nu achter de laptop, zoals je kan zien. En ik eet lekker dit. Pringles. Ik weet echt niet wat ik vanavond ga koken of wat ik ga bestellen of wat ik wil eten. Ik heb echt geen idee. Ik ga pas om 8:30 naar de yoga. Ik moet er een kwartiertje van tevoren zijn de eerste keer. Dus ik heb echt nog de hele avond nog. Dus ik ga gewoon even wat lekker langer doorwerken omdat ik ook naar de wimpers was in de middag. Dus dat is een beetje de planning for the rest of the day. En nu ga ik deze eten. Dus had ik bij de Yummy gekocht. Ken jullie deze nog van vroeger? Deze is zo niet normaal lekker. Oh mijn god, echt insane. Ik hou echt van snoepjes. Maar deze, ik zag dus nog, oh mijn god, deze had ik vroeger altijd. Volgens mij bij zwemles of zo. Heel lekker. Ik heb besloten wat te bestellen. En ik heb een falafel wrap besteld. Ik heb deze nog nooit gegeten. Dus ik ben benieuwd of die lekker is. Het ziet in ieder geval wel lekker uit. Let's eat. Ik heb me eventjes snel omgekleed. Ik heb een zwarte crop top aan met deze legging van Alo Yoga. Ik ga nu voor het eerste keer naar hot yoga. I'm super excited. Ik heb expres gewoon een crop top aan met de legging. Omdat ik heb gehoord dat je heel veel gaat zweten. Hier overheen doe ik gewoon nog mijn LA Sisters pak. Want het is veel te koud om natuurlijk zo op straat te gaan. Maar ik zal jullie laten weten hoe ik mijn eerste les vond. I'm super excited. So let's go. Ik ben al eerst en er is nog niemand. Het is wel heel warm. Ik wacht op deze serie, die komt ook. Oké, guys, ik heb net mijn hot yoga gedaan. Ik heb zo erg gezweet. Ik ging trouwens met Desiree en ze vond het ook echt heel nice. Dus ik denk dat ik dit wel vaker ga doen. Ik ben echt helemaal nat. Dus ik ga thuis gelijk douchen, mijn pyjama aan en naar mijn call of the night. Het is nu 9:15. Dus ik ben helemaal kapot. En ik denk dat ik bij deze ook de vlog af ga sluiten. Dus ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Hij is denk ik iets korter dan normaal. Maar ik ga morgen weer vloggen. En dan start ik een nieuwe vlog. So thank you guys for watching. And see you guys soon. Bye.
You should move to LA with your best friend.